Sportmaandtoernooi, hoe gaat het? Ja, uitstekend. 3 gewonnen, dus wij zijn door naar de finales op zaterdag. Dus uitstekend toernooitje. Prima georganiseerd, vind ik ook. Behalve het veldje op de rembaan, dat is 3 keer niks. Maar ja, het is de eerste keer, dus ik vind het wel prima. Prima geregeld. Ja, het is de eerste keer een andere opzet. Bevalt het? Ja, ik vind het prima geregeld. Scheidsrechters zijn goed. Accommodatie is goed, behalve dat ene veld. Maar ja, dat komt in de toekomst, is dat ook beter. Dus ik vind het dikke prima. 8 geef ik ze, dit toernooi. Jullie hebben je vandaag al verzekerd van de finale dag. Ja, klopt. We hebben 3 keer gewonnen. 1 tegengoaltje en de rest allemaal 4-0, 3-1 en 1-0 volgens mij. Dus uitstekend. Een sterke elftal. Ja, we hebben een paar versterkingen erbij. Patrick Goedaat, Jasper Ludema. Dus we gaan een beetje naar de toekomst bouwen. Zonder te betalen, ook belangrijk om te vertellen. Want mensen denken vaak dat VVG betaalt. Maar wij betalen gewoon onze eigen contributie. En spelers willen zelf naar ons toe. Dus dat is belangrijk om even te vertellen. Komt dat ze naar jullie toe willen? Ja, omdat wij een hecht collectief zijn, denk ik. Iedereen blijft hangen naar de wedstrijden. Altijd gezellig. En dat, ja, dat trekt mensen aan. Dus ik denk dat dat de reden is. Hoeveel overschrijving hebben jullie dit seizoen, of ja, voor het nieuwe seizoen gehad? Ik denk dat wij 7 erbij hebben gekregen. En er gaan een paar naar het tweede, volgens mij. Dus dat, ja, dat komt wel goed uit. We kunnen die mooi aansluiten en laten zien dat ze in het eerste willen. En, ja, dus een beetje concurrentie op elke positie, dat is goed. Maar er wordt al snel aangepast, blijkt wel. Ja, dat klopt, ja. Ja. En ja, de overschrijvingsperiode is dus nu voorbij. Geeft dat ook een beetje rust dat je nu je team hebt waar je straks de competitie kampioen mee wil gaan worden? Ja, nee, dat is heerlijk. Want er speelt altijd van alles nog dat clubs proberen spelers binnen te halen. Maar het is nu af en ja, nu kunnen we bouwen naar de derde klasse en gewoon voor het kampioenschap weer gaan. Dat mogen we uitspreken. Van de derde klasse? Ja, klopt. Ja, moeten we zeker uitspreken. Ook met dit team moet het zeker ook lukken als alle kopjes dezelfde kant op staan. Dan moet het wel goed komen. En aan het eind van het seizoen, het aantal doelpunten wat jij gaat intikken? Maar ik denk dat 30 moet wel te doen zijn. Ik denk dat 30, dat moet wel lukken. Met de beker en alles erbij? Ja, dat is prima. Ja. Ja. Je houdt er nog een beetje voorzichtig. Ja, derde klasse is natuurlijk een stapje hoger en ze weten dat ik veel score. Dus dan zou ik wel een extra mannetje op mij krijgen in de derde klasse. Maar ik wil ook voor dit toernooi, voor het bokaaltje. Ik weet niet of ze dat hebben hier, maar ik ga er wel voor. Ik vind dat natuurlijk mooi. Ik zag er net één staan en ziet er goed uit. Dus zaterdag knallen. Ja. Ja, ik hoop het. Er zijn een paar jongens aan mijn team die ook eigenlijk op film willen, maar heel schijnheilig daar blijven staan. Omdat ze er eigenlijk ook niet weer niet op durven of zo. Nou, misschien de komende dagen. Ja, precies, ja. Hey, veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel.